Suriname is goed op weg om langzaam maar zeker afstand te nemen van het Sinterklaasfeest, zoals dat in voornamelijk Europese landen wordt gevierd. De Surinaamse regering verbiedt dat niet, maar ziet graag dat er in Suriname een nationale kinderdag op zijn Surinaams wordt gevierd. Een team van de SCVS Nieuwsdienst sprak met enkele mensen over de aanpassing van de kinderdagviering. En uit bepaalde reacties bleek dat men toch liever vasthoudt aan de traditie van Sinterklaas. In bepaalde landen is kritiek over het Sinterklaasfeest overduidelijk. Tegenwoordig worden er zelf protesten gehouden tegen de gedachten achter Sinterklaas. Vooral met Zwarte Piet erbij. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij actiegroepen die constateren dat het Sinterklaasfeest discriminerend is. Voorstanders van het feest stellen dat zij niet discrimineren en dat de rol van Zwarte Piet traditie is. Kinderdag zonder Sinterklaas. Nee, er hoeft geen Sinterklaas erbij te zijn. En nationale feestdag hoeft eigenlijk niet, want eigenlijk kinderdag is elke dag. Voor mij, mijn kind, hoe oud het ook is, je bent mijn kind en elke dag krijg je kinderdag. Maar Sinterklaas is traditie. Ja, dan nog. Onze ref kan blijven ongeveer Sinterklaas. Zonder Sinterklaas? Ik ben de Sinterklaas speciaal, ik de wauwit man. Ik ben met mijn vest, 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 onze refie kan blijven Sinterklaas aan Pieter Bas. Het is niet goed Sinterklaas moet er zijn. Contra idee, aan de Sinterklaas toch? Nou, in elk geval goed, want Sinterklaas is een onding. En ja, we moeten dus kijken wat wij hebben en niet wat uit het buitenland is gekomen. Want Sinterklaas is geen ding van Suriname. Hey kids, het is straks kinderdag. De voorbereidingen rond ons nationale kinderdagviering in Suriname is in volle gang. Het thema is elk kind is goud waard. Goud heeft verschillende betekenissen voor Suriname. Je hebt mensen die werken op de goudvelden om aan hun inkomen te komen. En je hebt mensen aan de andere kant die ervan houden om gouden sieraden te dragen. Wat de commissie wil bereiken met hun thema Elk kind is goud waard, is dat ieder kind gelijkwaardig behandeld moet worden. Maakt niet uit van waar je komt of wie je bent. Je verdient evenveel liefde en respect als alle andere mensen.